Hoi, ik ben Mirte en ik studeer personeelwetenschappen en ik ga jullie vandaag wat meer vertellen over de opleidingen die vallen onder de richting mens en organisatie. Maar eerst gaan jullie wat meer zien over het studiekeuzeproces. Wat vertellen over alle opleidingen die onder deze richting vallen. Dit zijn ze en je kan zien dat 2 opleidingen Engels zijn en 2 opleidingen Nederlandstalig. Wat het verschil is, is dat natuurlijk de Engelstalige opleidingen volledig in het Engels worden gegeven, maar daarnaast zit je ook in de klas met allerlei studenten van over heel de wereld. Dit noemen we ook wel een international classroom en deze studies zijn iets meer gefocust op internationale vraagstukken. Nu vraag je je misschien af, waarom dan Tilburg? Nou, daar ga ik je nu wat meer over vertellen. Als we hebben gehoord over de universiteit en over Tilburg als studentenstad, gaan we nog even verder kijken naar de studies die vallen onder de richting mens en organisatie. We gaan dit doen aan de hand van een voorbeeld en dat voorbeeld is een pandemie. Als we kijken vanuit de studie Global Management of Social Issues, dan kunnen we kijken naar deze pandemie als een groot, complex, globaal probleem. Want daar focust deze studie zich op. Je kan kijken naar hoe verschillende landen kunnen samenwerken in projecten om deze crisis op te lossen. Daarnaast kunnen we ook kijken vanuit organisatiewetenschappen. Organisatiewetenschappen focussen zich onder andere op processen binnen bedrijven en organisaties. Wat voor effect heeft het thuiswerken daarop? En wat voor effect heeft thuiswerken bijvoorbeeld ook op de bedrijfscultuur? Vanuit people management of personeelwetenschappen kunnen we kijken naar wat het thuiswerken doet met de balans tussen familie en werk. Hebben mensen niet te veel werk nu in hun privéleven? Maar daarnaast kunnen we ook kijken naar al die mensen die ontslagen worden. Mag dat wel zomaar? En wat gebeurt er nu met de ZZP'ers? Je kan zien dat er dus vanuit één probleem, een pandemie, vanuit elke studie heel anders gekeken kan worden. Ik ga nu nog één keer uitleggen wat precies de verschillen zijn tussen de studies binnen de richting mens en organisatie. Bij Global Management of Social Issues kijk je naar complexe, globale problemen en hoe deze opgelost kunnen worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan armoede. Bij organisatiewetenschappen kijk je naar relaties binnen organisaties, maar ook relaties tussen organisaties en hoe deze optimaal kunnen. Bij personeelwetenschappen en people management kijk je enerzijds naar de bedrijfsresultaten en anderzijds naar de belangen van werkenden en hoe deze in balans kunnen blijven.
Zelf heb ik dus personeelwetenschap gekozen, omdat ik enerzijds heel erg geïnteresseerd ben in mensen en echt iets met mensen wilde doen. En anderzijds ook heel erg geïnteresseerd ben in het bedrijfsleven. En voor mij was dit dus de perfecte combinatie en een hele goede keuze. Ik hoop dat ik antwoord heb kunnen geven op al jullie vragen en dat jullie enthousiast zijn geworden. En natuurlijk naar de open dag komen. Dus wie weet tot dan!